bij de vlog. Ik ga zo even naar Breda, want ik heb een blouseje bij de Cotton Club gezien. En in Tilburg hadden ze niet meer. Mijn maat en online ook niet. Dus nu ga ik even naar Eindhoven, naar Breda toe. Wat ik aan heb, echt gewoon trui van de H&M, sportleer van de H&M. En mijn Balenciaga's eronder. Lekker chill oudje. Zullen we even een tas pakken die erop matcht. En dan gaan we naar Breda. Oké jongens, welkom bij de vlog. Ik ben net terug uit Breda. En ik ben geslaagd. Ik heb mijn blouseje gehaald. Deze was overal uitverkocht in mijn maat. Maar in Breda hadden ze hem nog. En ik vind deze zo leuk. Het is een lichtblauw blouseje. Met hele leuke details op de mouw. Superleuk. Echt, I love it. Deze heb ik in de kleur blauw. Maat XS. En deze was 49,95. En ik wil hem dus ook nog in het wit. Alleen die hadden ze ook weer niet. Dus moet ik weer naar een andere stad, naar Eindhoven. Om hem daar in het wit te halen. Dus echt super leuk vind ik hem. Dus ik ga hem even voor jullie aandoen. Zodat jullie ook kunnen zien hoe hij eruit ziet. Ik heb wel een sportlegging aan. Dus ik heb geen zin om een spijkerbroek aan te doen. Dit is dus de blouse. Ja, ik vind hem echt heel leuk. De kleur en het model en de ruffels. Op mijn witte pantalon bijvoorbeeld. Ja, echt in love. Goedemiddag jongens, welkom bij de vlog. Het is nou 1 uur geweest en ik ben klaar met werken. Ik krijg vandaag trouwens een pakketje binnen van Zalando. Dat laat ik jullie straks zien, daar ga ik ook niks over vertellen. De planning voor vandaag, chill middagje. We hebben vanmiddag visite van kennissen en vanavond gaan we naar mijn tante in Wijchen. Die hebben daar een huis gebouwd en ze is jarig, dus we gaan daar gewoon even visite. Superleuk. En vanavond weer naar Guus om daar te slapen. Dus druk, maar leuk dagje en ook weer een beetje chill. Dus dat voor vandaag. Oké guys, ik dacht het is misschien wel leuk om een OOTD te doen. En mijn shorts van de H&M, broek van mijn H&M en ik heb mijn Isabel Marantz eronder. Ik wil eigenlijk de blazer aan van dezelfde broek, maar dat vond ik een beetje too much. Dus ik ga mijn zwarte blazer erop doen. En ik bedenk me nu dat ik fully H&M ben, want de blazer komt ook van de H&M. En tas denk ik, mijn Louis tas of misschien een keer weer mijn Zadig tas. Dat is ook wel leuk, mijn beige of mijn zwarte. Dus dat. Oké guys, ik heb dus net weer een pakket binnen van Zalando. Want, ik schrik ervan. Ik had nieuwe badslippers nodig. En die zijn binnen. En ik had ook gelijk even deo besteld bij Zalando. Want ik zou dat kon doen, dus ik dacht van niet. En ik heb gewoon even deze Nivea deo gekocht, want die had ik echt nodig. In mijn tas. En dit zijn de badslippers. Ik heb ze in de maat 37, want ik moest een maat groter pakken. Stond op de site, dus dat had ik ook gedaan. En ik vond dit dus echt een hele mooie kleur. In het groen. Het is een beetje ja, leger groenachtig. En ik loop in huis eigenlijk heel de dag op badslippers met sokken. Vind ik gewoon fijn. Ook aan, in plaats van op de grond lopen en pantoffels vind ik altijd te heet. Dus deze alleen, ze moeten ook even naar mijn voet staan. Maar ik vind ze toch zo mooi, die kleur. Dus ja, yeah, dat eigenlijk. En ja, mijn oude waren dus kapot en gescheurd. En door mijn hondje een beetje ingebeten. Ik dacht, ze kwam, kan ik er gelijk laten zien. Dus ik dacht, ja, gewoon tijd voor nieuwe. Dus ik heb ze bij Zalando besteld in een maatje 37. Dus ja, superleuk. Oké guys, we zijn nu even aangekomen bij de McDonald's in Hees, bij Os. Even iets eten, een kleine pitstop en dan gaan we zo weer doorrijden. We hebben gelukkig nog geen files gehad, dus even afkloppen. Oké guys, het is vandaag zaterdag en helemaal uitgeput. We hebben net even een broodje gegeten en ik zit echt nog in mijn sloffy oudje. Ik ga ook even thuis omkleden. Nu willen we vanmiddag naar een stad. Nee, we weten nog niet naar welke. Alleen Guus wil niet naar Breda of Eindhoven. Dus die worden het dan niet. Ik wil niet naar Den Bosch. Omdat we dat echt elke week doen. Dan zijn we even aan het kijken waar we naartoe willen. Maar ik wil naar een winkel waar een Cotton Club is. Om te kijken of ze daar nog wel de witte blouse hebben. Dus dat eigenlijk voor vandaag. En we moeten ook even kijken of we vanavond gaan eten.
Maar ik heb eigenlijk al weer zin in pizza. Oh, en ik moet langs de kledingmaker. Niet vergeten, want ik moet daar mijn broek en mijn jas ophalen. Dus dat. En hier hebben we deze lieve Jannie. Ja, de planning is trouwens veranderd. We zijn niet echt meer weg geweest. We zijn ook naar de bloemist geweest voor de oma van Guus. Daar hebben we ook een feestje van. En bij de kledingmaker mijn broek opgehaald. Laat ik straks ook even aan. Video van zien. En mijn jas. En ik heb even appelflappen gebakken. En dat is dus van Guus en haar mama gebracht. En nu gaan we lekker uit eten bij de twee Bourgondiërs. En dan gaan we morgen even langs Eindhoven. Want ik moet mijn opa en oma ophalen in Marhezen. En dan gaan we langs Eindhoven. En dan kan ik mijn blouseje bij de Cotton Club ophalen. Lekker steppen. Hey guys, welkom bij de vlog. Het is vandaag zondag. Echt mijn haar. Ik heb echt met een diffuser. Het is echt nog helemaal nat en hard. Maar wij hebben vanmiddag een feestje van de oma van Guus in de commanderie. Die wordt 85 jaar. Dus ik dacht even leuk om mijn OOTD te laten zien en de broek van My Jewelry nog. De blouses van de Cotton Club, dat ik ook wel laten zien. En dan heb ik hier de broek aan. Ja, nou lijkt die een beetje te kort met mijn schoenen eronder, maar ik kan hem niet zo goed zien. Maar ja, die is dus echt super leuk. Hij zit ook heel mooi. En daaronder heb ik mijn Isabel Marans. En dan doe ik denk dadelijk mijn zadigtas. Alleen wij moeten zo meteen eerst even naar Marhezen opa en oma ophalen. Van vakantie. Dus dat gaan we eerst doen. En dan gaan we even nog van tevoren naar Eindhoven. Om dit te leuke blouseje in het wit te halen. En dan gaan we naar het feestje. Dus ja. Oké, guys. We zijn terug van een best wel hectische dag. Want we hebben vanochtend, of ja, vanmiddag hebben we opa en oma opgehaald in Marhezen. En zijn we nog even langs Eindhoven geweest. En waar ik dit te leuke blouseje heb gehaald. Ik had hem al in het blauw en ik wilde hem ook nog heel graag in het wit. En die heb ik nu. En toen zijn we naar het feestje van de oma van Guus geweest. Super leuk. En nu gaan we lekker pizza eten. Oké, jongens. Ik heb dus nou deze in de oven gedaan. Echt super. Oh, tegen mijn gezicht super lekker. Deze hadden ze nergens meer. Toen zag ik ze bij de Plus. Drie kazen, fromage, piccolini is echt de beste. En die heb ik twee pakken. En ik heb eerst even één pakje gedaan. Als we nog honger hebben, kunnen we de tweede pakken. En ik heb even een andere broek aan gedaan, want ik was die een alweer beu. En er zaten allemaal van die laddertjes in. Dus dat vond ik wel kut, want dat is de eerste keer dat ik hem aan heb. En als dan zoiets al gebeurt, is dat gewoon minder. Zo. Nou, ik ben geslaagd. Ik heb deze, hoe noemen ze dit? Flexilijn. Een S, want het is natuurlijk een klein hondje. En ik heb een zwarte gepakt. Ze hadden ook nog rood en blauw. Maar ja, het is een meisje. Dus en hier zit een beetje roze bij. Dus dat vind ik wel schattig. En zwart gewoon basic. Dus ik ga nou terug naar opa en oma. En dan gaan we even eten. En dan vanavond naar huis. En eigenlijk wil ik ook nog langs de stad. Dus dat. Alleen ik ga dus morgen met Kim Breda op kantoor gaan werken. Dus misschien dat ik morgenmiddag naar werk, want het duurt maar tot 1 uur. Dat ik dan in Breda even naar de stad ga. Want ik heb een heel leuk giletje bij de Cotton Club gezien. Die ik echt zo graag wil. En in Tilburg hadden ze hem niet meer. En in Breda waren nog 6 stuks. Dus ik denk dat ik dat ga doen. Oké, guys. We zijn nu even in België aan het tanken. Want ja, daar is het goedkoop. En ik heb even bij de Burger Business mozzarella sticks besteld. Want ja, ik ben echt verslaafd aan mozzarella sticks. Dus die gaan we zo even ophalen. Heel lekker. Oh my god. Ik heb wel 5 besteld in plaats van 8. Want ze vullen best wel. Dus ja. Hey guys, ik ben dus bij Burger Business geweest. Even mijn saus aan de kant leggen. En mijn mozzarella sticks. Ik vind het zo lekker. Oké, guys, ik ben net aangekomen op werk en het was echt een zoektocht. En deze parkeergarage is echt klein. Maar dus ik ga dan naar binnen en lekker werken. Guys, we hebben dus een afsluiting. Alleen we hebben dus echt, het is voor 4 personen. Heel deze bak zit vol. Oh my god. Veel te veel weer dit. Soep, smoothies, broodjes. Even voor je vangst.
Ik heb dus Bon Roche met een horentje met chocola. Het ziet er zo leuk uit. Oh my god. Oké, guys. Ik heb dus zojuist een pakketje van Lovis binnengekregen. Die ik gisteren heb besteld. Dus die ga ik even aan je laten zien. Superleuk. Het is een 2-piece set. Moet je het wel apart bestellen. En als eerste dit rokbroekje. Dit is een broekje en een rokje. Het lijkt op een rokje, maar het is een broekje. Heb ik in een maatje XS. En was volgens mij €35. €35,99. Superleuk. Het is een beetje met een oranjeachtige print. En dan heb ik de blouse. Die is ook echt super leuk. Ik hou van deze pofmouwen. Dat vind ik zo schattig. En ik ga wel de knoopjes een beetje openzetten. Want anders vind ik hem niet zo leuk. En die heb ik ook in een XS. En die was €40. Super leuk. Dus die ga ik even voor jullie aantrekken. Want ik heb vanavond de bruiloft. En ik zat te denken om dit met een giletje aan te doen. Omdat het thema 50-60's is. En ik zag dat ze een beetje printjes aan hadden in die tijd. Dus ik dacht dan, was dit wel goed erbij. Dus ik ga het even voor jullie aantrekken. Ik hoop dat ik een panty kan vinden. Want die moet ik anders zometeen ook even kopen. Dit is dus het setje. Ja, ik vind dit heel leuk. Echt. I love it. Dan denk ik met een giletje eroverheen dat het echt, ja, mijn kamer is echt een schop. Maar ik denk echt dat het heel leuk is. Ik ga even een giletje erop aandoen. Hi. Nou ja, dit vind ik zo leuk. Zwarte panty, zwarte laarsjes eronder. Heel blij met dit setje. Ja, echt, I love it. Oké, guys. Ik heb even een pakketje van H&M. Ja, mijn haar ziet er echt even niet uit. Want ik heb er Olaplex nummer 3 in gedaan. En daar ga ik mee slapen. En dan uit de douche kan ik het ook niet. Dus dat. Dus ik ga jullie deze pakketje laten zien. Want mijn vorige pakketje merkte ik nog wel dat ik toch wel wat dingen had die niet past. Die heb ik ook teruggestuurd. En ik zag deze items en ik dacht, ik moet ze hebben. Ik heb even van de plek gewisseld, want daar was echt slecht licht en het is hier niet echt beter. Ik heb een lamp besteld met zo'n cirkeltje met veel licht. In de hoop dat ik dan scherpere vlogs heb en meer licht. Dus ik ga mijn pakketje met jullie unboxen. Ik heb hem ook nog niet opengemaakt. Want hij komt ook pas net binnen. Waarom zit hier een streep en krijg je het niet open? Echt. Ik trek die streep eraf en het is nog licht. Oeh. Zo goed ingepakt. Ja. Oké. Als eerste. Ik weet eigenlijk niet meer precies wat het is. Ik weet dat ik een broek heb besteld. Die had ik in 2 maten, want ik wist niet zeker. Ik heb deze al. Oh my god, volgens mij hebben ze mij de verkeerde gegeven. Oké, jongens, volgens mij heb ik deze broek al. En hebben ze mij de verkeerde opgestuurd. Op de foto was het echt een hele andere kleur. Het is toch... Er staat geen kleur bij. Ik ga even die andere broek pakken. Volgens mij is het gewoon precies dezelfde. Hey guys, vast alarm. Het leek gewoon heel erg op elkaar. Dit is de broek die ik al heb. Dat is een beetje donker touw. En dit is de broek die ik nu heb. Kun je het zien? Op camera. Maar ja, het is een andere kleur. Dit is meer naar de beige kant. En deze broek. Ook nog in het wit. Oh, ik heb hier een 32 van. Daarom is hij zo strak. Ik heb nou een 34 en een 36 besteld van deze. Super fijn. Oh ja, nou zie ik het ook wel meer. Iets meer beige dan deze. Dus super leuk. Echt, ik hou van deze broeken. Dit is een beetje zo'n high waist en die loopt dan wijd uit onder. Super leuk. En die heb ik dan hier nog een keer in een 36. Dus die ga ik zo meteen even passen welke het beste is. Dan heb ik... Oh ja, deze vond ik ook heel mooi. Als ik weet waar de opening van weer. Deze sweater. Ik had nog helemaal geen... Ja, ik had wel sweaters en hoodies. Maar ik had geen knitwear, noem je dat volgens mij. Heb ik deze in een beige kleurtje.
heb hem in een maatje S. Ja, want ik wilde hem een beetje oversized. Die. Dus dat vond ik super leuk op zo'n broek. Dus die heb ik nu. Ik zal even voor jullie passen. En ik heb een beige sportlegging. Ik ben echt helemaal in love met die sportleggingen. Ik heb hem nou in het grijs. Ik heb hem in het blauw. En ik heb hem in het zwart. En ik wil hem dus heel graag nog in het beige. En die was nou weer op voorraad in mijn maat. Deze is een high-waisted. Dus ik hoop niet dat hij tekent. Want dan wil ik hem dus niet. Maar dat ga ik even voor jullie aanpassen. En dan laat ik het zo zien. En ik had ook trouwens nog een nieuw giletje van de Cotton Club. Dus die ga ik daar ook even aandoen. En dan laat ik het ook gelijk aan jullie zien. Want die had ik nog niet met jullie gedeeld. Oké, guys. Dit is dus het giletje waar ik het over had van de Cotton Club. Die heb ik in een XS en die was €39,95. Ja, echt super leuk vind ik dit ook op zo'n oudje. Vind ik dit helemaal geweldig. Dit is dus de broek van H&M. Ja, hij is wel... Dit is de broek van H&M. Hij is wel een beetje te groot. Hij moet dus naar de kledingmaker, maar... Ja, ik hou hiervan, jongens. Ik vind het echt geweldig. Zo'n die dan een beetje wijd uitloopt. Hij zit ook super mooi. Sluit ook goed aan, een maatje 34. Dus deze hou ik sowieso. Hier ben ik zo blij mee met deze kleur en de fitting. Ja, yeah, I love it. En deze was volgens mij €35. Dus dat vind ik echt totaal niet duur. En het is echt een goede kwaliteit. Oké, nu heb ik de trui aan. Ik heb er wel nog mijn blouse onder, want ik had geen zin om die uit te doen. Ja, ik weet niet. Ik vind hem wel leuk, maar ik vind hem een beetje... Ja, I don't know. Misschien dat het wel leuk is met een giletje. Maar ja. Die heb ik ook... Ik heb hem wel in een maatje S gepakt, dus hij is wel een beetje oversized. Maar ik lijk zo'n bolletje, heb ik het idee. Dus ik weet het nog niet. De sportlegging wordt het trouwens niet. Ik heb die net aangehad en het leek net als ik in mijn blote kont liep. Dus die gaat terug. Maar de broek hou ik zeker. En over de trui twijfel ik nog. Dus ja, dat eigenlijk. Oké, guys. Het is vandaag donderdag. Ik heb even pauze. Dus ik heb me even snel opgefrist. Mijn broekje is van de Zara. Trui is van de H&M. Mijn laarsjes zijn van... hoe heet die winkel? Volgens mij Sasha. Dus ik heb vandaag gewoon lekker een knotje. En ik ga straks even naar de Action. Ik ga een lamp halen. Ik heb daar zo'n lamp gezien voor video's op te nemen. En ik ben nog steeds op zoek naar nieuwe schoenen. Dus dat ga ik ook even kijken. Vanavond bij oma eten en naar mijn wimpers. Want dat is echt nodig. En dat was het een beetje voor vandaag. Oké, guys. Ik ga zo even naar Berends. Ga ik even kijken voor schoenen. Want ja, de Balenciaga's die ik eigenlijk wil, hebben ze alleen nog maar in de PC Hoofdstraat. En ik vind het een beetje stom heel naar Amsterdam te rijden. Voor schoenen. En online hadden ze niet. Dus helaas. Dus ik ga daar even kijken. En wat ik nog niet aan jullie had laten zien. Ik was gisteren op kantoor. En ik zit nu in een nieuw team van de Rabobank. Want daar werk ik. En ik had dus deze hele schattige... Ja, ik had een pakketje gekregen met van alles. Maar ook deze hele schattige beker. En ik vind doppers dus heel fijn. Ik heb ook een zwarte. Maar die is van metaal. Dus voor thee en koffie. En warm chocomel. Maar nu had ik deze witte gekregen. En ik vind die zo schattig. En dat staat hier in het klein... Rabobank, dus ik ben hier super blij mee. Dus dat wou ik nog even aan jullie laten zien, want dat vond ik gewoon heel lief en leuk dat ik dat had gekregen met koekjes en boekjes en pennetjes en zo er allemaal bij. Dus dat wou ik nog even laten zien. Oké, guys, ik ben echt heel excited. Ik ben bij Berends geweest. Ik had het moeten filmen, sorry, dat ben ik vergeten. Mijn telefoon lag nog in de auto. Jullie horen nu mijn hond. Maar ik heb echt de leukste schoenen ever gekocht. En ik kwam eigenlijk voor de tracks, voor de bruine, maar die hadden ze niet. En toen zag ik deze, toen dacht ik, ja, die zijn van mij gemaakt. Het zijn dus weer Balenciaga's. Echt. Oh my god, jongens. Ik ben in love met deze schoenen. Echt. Beige, echt mijn kleur voor de herfst, voor de winter. Super leuk. Super mooi zijn ze. Ja, 36. Ik weet het, ik heb kleine voeten, hè. Maar die heb ik dus bij Berends vandaag gekocht. En ik ben er zo blij mee. Oh my god. Als jullie ze ook zien. Heel leuk voor onder mijn flare pantalonnetjes. Mijn favoriete kleur beige. Ja, echt. I love it.
Dus die heb ik gehaald en daar ben ik echt super blij mee. Dus ik heb weer een leuk tasje bij. Dus dat wil ik even met jullie delen. Dus die ga ik nu ook lekker aandoen. Ze hebben ze ook ingespoten, super chill. Oké guys, welkom bij de vlog. Outfit of today, mijn Balenciaga's. Broek van My Jewelry, trui van Isabel Marant en mijn blazer van de H&M. En ik denk dat ik mijn Sadie & Voltaire tasje hier op ga doen. Wat ik ga doen, zo meteen, ik ga even met mama een pakketje terugbrengen. Ik ga de lamp ophalen, heb ik gisteren niet gedaan helaas. En dan vanmiddag even met Jessie foto's maken. En vanavond lekker chill avondje met Guus. Dus ja, superleuk. Oké guys, we zijn even in de Action voor die camera. Oh, ik zie hem hier al. En voor wat dekens voor mijn kamer, als we die kunnen vinden. Want ik wil graag een beige of een touw. Oké guys, mijn lamp is dus binnen voor mijn video's. En hij kan het ook in kleurtjes, superleuk. Ga ik even laten zien. Groen, blauw, geel, roze, paarsachtig, blauw, donkerblauw en rood. En hij kan ook, oh nee, dit is alle kleuren trouwens. Hij kan dus ook dit doen, lichter. En hij kan ook weer terug naar die andere. En die kun je lichter en feller zetten. Dus super leuk en super fijn ook voor mijn video's. Oké guys, ik loop dus net weg bij Kaasborken. Ik heb een lekker broodje spek en warme kip. En een verse jus. Nu gaan we even naar Den Bosch. Gaan we lekker nootjes halen. Even lekker een bosse bol van Jan de Groot. Oké guys, dit is trouwens mijn nieuwe lamp. Het is echt heel fel. Ik heb gisteren vandaag naar Den Bosch geweest. We hebben lekker geluncht. En daar heb ik een leuk blouseje van Guus gekregen. Die ik aan jullie ga laten zien. Van de Cotton Club. En zoals jullie ook al in deze video hebben gezien, heb ik hem al in het blauw en in het wit. En nu ook in het paars. En ja, ik zag hem en ik dacht van oké, laatste XS is gewoon meant to be. Deze in het paars. En die zal ik zo meteen ook voor jullie aan gaan trekken. Ja, ik ben in love. Gewoon een XS heb ik weer gepakt. En ik vind het ook heel mooi, want ik zag het ook op een beige pantalon. En aangezien ik ook best wel veel beige pantalons heb, dacht ik van oké, dit is wel heel leuk te combineren met beige. Dus die ga ik even voor jullie aantrekken. Oké guys, dit is dus het blouseje. Ja, super leuk. Ja, ik had hem al in twee kleuren, maar ik vind dit paars zo mooi. En het staat ook zo mooi bij beige. Ik had het nooit verwacht, want ik ben eigenlijk nooit echt van de kleurencombinaties. En ik ben altijd een beetje bang voor, maar ja, ik vind het echt heel mooi. Beige en dat paars. Dus ja, dit wordt zeker een houder. En ik heb deze trouwens van een vriend gehad, dat moet ik niet vergeten te vermelden. Dus ja. En daarna zijn wij nog even naar Tilburg geweest. We zijn gewoon terug naar huis. En omdat wij vanavond een chillavondje hebben, heb ik lekkere maskertjes gehaald. Ik heb van die gold maskers gehaald. Twee lipmaskers. Ons beide voor droge lippen. En deze komkommer iPads voor onze ogen. Dus dat gaan we zo meteen lekker doen. En als allerlaatste heb ik mijn eerste samenwerking samen met Chiquel. Daar heb ik leuke items van mogen ontvangen en die ga ik ook aan jullie laten zien. Dit is van de herfstcollectie. Ja, echt superleuk. Ook echt mijn kleur, een beetje die beige tinten. Dus dat ga ik ook aan jullie laten zien en die ga ik ook gelijk even aantrekken. Wat ik als eerste heb, valt er een beetje uit. Is deze knitwear jurk. Ja, echt super leuk vind ik hem. Een beetje met zo'n turtlenekje. Ballonmouwen. Daar hou ik dus echt helemaal van. Omdat hij hier dan wel aansluit. En hij is lekker lang. Dus dat vind ik super leuk. Bijvoorbeeld met een giletje. Panty eronder, laarsjes. Of gewoon sneakertjes. Voor de herfst. Dat is echt gewoon super fijn. Deze is een one size. Dus ja, super leuk. En deze was volgens mij 49,95. Dus dat vind ik ook nog wel echt wat te doen voor een jurk. Dus die ga ik nu even voor jullie aantrekken. Oké guys, als eerste dus deze jurk. Ja, ik vind het heel leuk.
Ik moet wel zeggen, ik heb het wel gesteld met een riempje, want ik ben best wel kort. Dus ik vind het ook wel leuker als het een beetje kort is. Dus met een riempje vind ik het dus heel schattig. Ja, echt. Ik hou hiervan. Dit vind ik dus wel leuk met mijn Balenciaga, omdat het een beetje beige is. Ja, heel leuk voor de herfst en voor de winter ook. En ik zat te denken, misschien dat het zelfs nog wel eens leuk is met een giletje. Dus die ga ik er even bij pakken, kijken of dat ook heel leuk is. Ja, I love it. En dit is een one size. Dus eigenlijk elke maat kan dit dragen, want ik heb zelf namelijk XS. Dus maat S, M, L tot XL zelfs kan deze jurk dragen. Dus dat is echt super fijn. Ja. Ja. Oh my god, I love it. Ik heb het dus nou met een giletje gesteld. En ik vind het heel leuk. Ja. Met de panty hieronder. Het kan ook met laarsje natuurlijk, is ook heel leuk. Maar ik vind het ook altijd wel leuk met sneakers. Ja. I love it. Ik vind het ook de pofmouw. Ja, heel leuk. Ja, echt een aanrader jongens. En hij prikt niet. En dat vind ik dus echt heel fijn. Want het meeste knitwear prikt. En dat vind ik dus echt verschrikkelijk. Alleen, het is gewoon heel zacht en het prikt niet. Het is ook leuk te combineren met bijvoorbeeld een zwart giletje. Die heb ik ook. Ook heel leuk. Ja. Dan heb ik deze trui. Volgens mij is dat een cool truitje. Ja. Een sweater. Ook echt super leuk. Ja, echt super gaaf vind ik deze. Ook met de ballonmouw, want daar hou ik van. En een turtlenekje. Dit is wel echt sweaterstof. En het vorige jurkje was echt knitwear. En deze heb ik in een maatje XS. En dit is de kleur beige melon. Super leuk. Dus die ga ik nu even voor jullie aantrekken. Kijk guys, ik heb nou een pantalon even aangetrokken. Maar dit vind ik zo leuk. Ik hou echt van die beige kleuren. En omdat dit wat lichter is, valt de broek iets donkerder. Dus dat vind ik juist wel heel vet. En dan gewoon mijn schoenen wat donkerder. Maar ja, deze trui zit ook zo mooi. En het is ook lekker zacht. En hij zit niet heel strak, maar ook niet te oversized. Dus ja, heel fijn. Echt love it. Lekker voor de herfst en de winter. Hij is ook heel zacht. De trui, dus dat is echt super fijn. Ja. Dan als derde heb ik ook even aan mijn schoot. Kijken wat dit is. Ik weet het even niet meer wat ik heb gekozen. Oh ja. Zeg ik het nog goed? Ja. Heb ik deze hele leuke hoodie. Super leuk. Hij is wel een beetje oversized, want ik heb hem in een maatje S gepakt. En deze was ook in die beige kleur, dezelfde als de trui. Super mooi. Ja, die heb ik in een S. Super leuk. Helemaal oversized ook. I love it. Perfect voor de herfst en de winter. En ja, ik heb nou ook een hoodie aan. Ik vind dat gewoon heel fijn. Dus heel blij mee. En die ga ik dus nou ook even voor jullie aanpassen. Guys, ja, en deze hoodie die is zo zacht. En ik hou van dat hij lekker oversized is. Lekker voor de donkere dagen. Super chill, super zacht. Lekker oversized. En een mooi capuchonnetje van die dingetjes eronder. Super mooi. Ja, echt, ik hou van deze kleur. Heel leuk. Ja. Hij zit ook lekker. Lekker oversized. Dat wilde ik ook heel graag. Dus dit is ook zeker een aanrader om deze te bestellen op hun site. Oké guys, en wat ik was vergeten te vermelden. Er zitten ook zakken in de hoodie. Super chill. En het is niet, want ik vind het altijd lelijk als hier zo'n vakje zit. En dat zit hier dus niet. Hier zitten echt gewoon twee zijvakken. Super handig. Dus dat zou ik jullie ook nog even mededelen. En dan nu als laatste, het laatste item. Last but not least. Oh, hij moet vast. Is deze sweater. Ja, ik ben echt van de truien. Ik had ook echt truien nodig. Dus ja, deze samenwerking was gewoon helemaal top. Ja, dit vind ik dus echt heel vet. Op een leren broekje met een panty. Het klinkt echt heel stom. Maar ja, ik vind dat gewoon dus echt super leuk. Met bedoelrode letters. Ik weet niet of jullie het kunnen zien. Ja, gewoon super leuk. Die heb ik in een maatje XS. Dus die ga ik nou ook even voor jullie aantrekken. Ja, echt super leuk vind ik hem. Oké, guys, ja, en deze sweater. Ik vind het gewoon zo leuk.
voor de herfst met een leren broekje, een panty. Ja, ik heb er nou even mijn Balenciaga's onder, maar ik vind het dus heel vet met zwarte laarzen. Die heb ik dus nu helaas niet bij, maar ja, dit vind ik echt leuk. Of een pantalon. Is ook super leuk. En hij zit ook goed, een beetje oversized, maar dat vind ik juist dus heel leuk. Ja, heel leuk. Omdat ik dus de samenwerking met Chiquelle heb, mag ik ook een hele leuke kortingscode met jullie delen. Een kortingscode van wel 20% op de hele nieuwe collectie met uitzondering op sale en bikinis, dus badwear. De kortingscode is Shanaira20. Ik zal hem ook nog onder in de beschrijving met jullie delen. En deze kortingscode is 5 dagen geldig. Dus neem zeker even een kijkje en bestel iets leuks op Chiquelle. Oké, welkom bij de vlog. Het is vandaag zondag. En ik ga vandaag eigenlijk echt iets bijzonders doen. Vanavond komen vriendinnen en hebben we een soort van themaavondje. Dus iedereen heeft een kleur gekozen en koopt voor ongeveer 15 euro aan eten en drinken. Dus dat is super gezellig. En nu gaan we even lekker frietjes eten met stoofvlees, zelfgemaakte. En gewoon even chillen en dan vanavond met vriendinnen, want morgen gewoon weer werken. Oké, guys, ik had dus de kleur rood. Dus ik had blikjes cola, Maltesers, Skittles, Pringles, Smoltjes, Wiki, hartjes, chips, hartbrekers en hamkas. Dus ja, ik had dus veel rood, dat was super leuk. Allemaal een beetje verschillend ook. Chipjes, koekjes, zoetigheid, chocola en drinken. Mout had dus paars, dus die heeft allemaal paarse dingen. I love the cheese strings. Chess had geel, dus die heeft allemaal gele chips, koekjes, chocola. En die heeft dus saus. Dus je denkt van, waarom heeft zij kaassaus? Ja, dat was dus voor blauw. Want blauw had chips, dus daar moet iets bij. Dus ook leuke pakjes, knapworstjes. Super lekker. Ik wil voor nu de vlog afsluiten. Dank jullie wel voor het kijken. En tot volgende week weer.